Ik kijk zo even om me heen, dames en heren. Met deze heerlijke zonnestralen is er natuurlijk hier in het Oude Westen drukte in de wijk. Wij hebben het ook weer heel druk, want we gaan deze week kijken naar diverse items. Have fun en heel veel kijkplezier. Ik ging op vakantie naar Marokko. Wij gingen dan weg. En dan vroeg alleen, hoe lang gaan jullie weg? En dan zei ik, ja, dat weet ik niet. Of kan het 6 weken zijn, kan 12 weken zijn, kan 12 jaar zijn. Dat is vakantie in Marokko. Toen zei ja, maar... Toen kwamen we op het idee om een quiz te maken voor de kinderen die niet op vakantie gingen en dan naar de bibliotheek gingen boeken te lenen. Toen heb ik samen met haar heb ik een quiz gemaakt, zo'n zoekquiz. Dat je dan met vragen, de vragen leiden dan tot boeken en uit die boeken kon je dan antwoorden halen. Ja, tegenwoordig kan het al niet meer met Google, maar toen was je wel zeker 3 weken zoet als je aan zo'n opdracht begon. En toen heb ik dat zo met haar gedaan. En ze heeft mij daarin op haar karakteristieke, hele aardige, ongedwongen manier, met goede humor, heeft ze me daarin gestimuleerd. En ik was ook echt heel erg trots dat ik dat mocht doen en kon doen. Dus alsjeblieft, bestraf me niet. Ik hoop dat jij dit ziet. Ik heb geen paraplu en geen regenjas en ik wil niet bang zijn voor de storm die op kan komen. Ik ga het dak op. Als je me zoekt, kan je me daar vinden. Ik verschuil me voor jouw storm, maar ik wil niet vluchten, want ergens vind ik comfort in de harde winden, het getik van de regen. Dank jullie wel. Over hoeveel nachtjes is het ook alweer? Dat zijn we. Maar 3, dat is ietsje minder dan 4. 4 is eentje meer. Jee, over 4 dagen dus, hè? Yes, meneer, over 4 dagen weer. En 3 nachtjes maar slapen? Ja. Dat is alles bij elkaar 7, waarvan 3 goed gapende dromen van apen. Lig je zo voor je het weet, vierende al gierende voor apen gapen. Ha, apen gapen. Jij bent grappig. Papa? Ja, professor. Ik hou van jou. We'll be right back.
Het was best wel een heel spannend moment na een drukke periode van projecten en opdrachten. En ik moet zeggen, ik ben heel dankbaar dat ik hier kan zijn. En dankzij Angie die mij heeft uitgenodigd om hier te exposeren. En zonder onze lieve had het allemaal niet mogelijk geweest kunnen zijn. We gaan er tegenaan. We hebben alle jaren, was het ook best wel pittig geweest. Mensen als Laura zijn er ook bij geweest van het begin. Samen met Caroline Hoste hebben we Bruisend Brugge gedaan in Knokken, in Brugge. En we blijven verder internationaal doorgaan, maar we blijven met beide voeten op de grond. Gewoon dicht bij huis, in Sundert en in Rotterdam. Met de leerlingen zijn we op pad geweest, tekenen, schilderen. In het begin zeiden mensen, je bent niet goed wijs dat je gaat schilderen met deze leerlingen. En zulke moeilijke thema's, kennis-economische thema's, architectuur. Waarom gaat ze daarmee bezig zijn? Maar ja, jullie kennen mij wel langer dan vandaag, ik ben stront eigenwijs. Dus we gaan gewoon verder en het resultaat is dat leerlingen waanzinnige thema's hebben geschilderd over Rembrandt, eigen stijl. Keith Haring, en dan komt ook homoseksualiteit, maar ook andere thema's komen aan bod. Geschiedenis, hoe denk je over jezelf? Ze gaan over zaken nadenken. Kinderen die tegen mij zeiden, ik wist echt niet dat in mij zat, juf. Kinderen die ook eerst in het begin een grote mond hadden van, wie gaat tekenen en schilderen is voor nerds, maar niet voor ons, het is voor kakkinderen. En uiteindelijk zetten ze een waanzinnige expositie neer, hebben ze ook schilderijen verkocht zelf. En tegenwoordig loopt het een beetje uit de hand, want met het weekend van de wetenschap zijn ook volwassenen geïnteresseerd. En we hopen nog steeds meer mensen te interesseren op een leuke, informele, relaxte manier dat kunst en wetenschap leuk kan zijn. En op 6 oktober hebben we in La Buffette hebben een waanzinnige modeshow. Met Dare Design, Ingrid Ellensburg, ook creatief Joey Roberts die ze inbreng zal geven. Ze zijn er vanavond niet bij, John Seedorf en niet te vergeten Richard Tuinvoort, die ook heel veel inbreng hebben in onze organisatie. Maar we willen 6 oktober, en we hopen ook dat jullie erbij mogen zijn en ons willen steunen, zullen we een fantastische show neerzetten in La Buffette. Teken en schilder eigenlijk al vanaf mijn 16e ben ik hiermee bezig, inderdaad. En het is een beetje uit de hand gelopen nu, dus uiteindelijk is het mijn hobby geworden. En heb ik het ook als docent en coach management, heb ik het ook op scholen toegepast. Dus tekenen en schilderen en de kunst onder de aandacht brengen onder de jongeren. En ook zelf architectuurroutes doen we in Rotterdam. Dus het is eigenlijk helemaal uit de hand gelopen, maar tot een heel mooi project. New Futuristic Minds 2040. Voornamelijk ook de natuur inspireert mij ook wel, zeg maar. Ik ben ook gek op auto's, maar het meeste wat me inspireert is de natuur, de omgeving. Dat wel kostbaar is en dat we er wel niks op moeten zijn, zuinig op moeten zijn. Zodat we nog lang van kunnen genieten van als we willen gaan reizen. Maar ook dat we willen koesteren en bewaren. Onze omgeving, waar we heel veel kruiden en kennis uit kunnen halen. En ook oplossingen voor bijvoorbeeld ziektes, maar ook natuurrampen. Vanavond wil ik ook sowieso mijn schilderij laten zien, maar het is ook een meeting om de mensen die ook mij ondersteunen, zoals Joey Roberts, Ingrid Ellensburg, zijn er vanavond niet, maar John Seedorf en Ricardo Tuinvoort, die pas een lintje van de koningin heeft gekregen. Die mensen die ondersteunen mij ook in mijn project en ook Odair van Dare Design. Zijn mensen, heel veel creatievelingen en enthousiaste mensen die ook achter het project staan. Sowieso
het laten zien van creativiteit in mensen. En dat is niet alleen maar in kunst, maar ook in ondernemerschap, in het ontwikkelen van nieuwe dingen en ook oplossingen. Dus door creatief te denken en kun je ook oplossingen bedenken, ook maatschappelijk. Dus daarvoor staan wij ook. Hier in het Nieuwe Westen. In het Oude Westen hebben we heel erg tegen geprotesteerd. Maar dus niet, ja, we kregen geen gehoor. Dus toen we zagen dat hij echt wegging. Toen hebben Maurice en ik bedacht. Van, laten we kijken of we gewoon met de mensen samen iets kan maken. Geen echte bibliotheek, want daar hebben we het geld niet voor, maar wel iets wat er mee van doen heeft. Dus we zijn met een heleboel mensen gaan praten van, nou ja, als we dat zouden doen, wat zou dat dan moeten worden? Wat zou daar moeten zijn? Wat is daar belangrijk? Nou, zetten ze mensen, het gaat over lezen, het gaat over leren, maar ook over ontmoeten en ook over delen. Dus we dachten van, nou ja, dat moet dus een publieke plek zijn waar mensen elkaar tegen kunnen komen. Dat is de sociale functie van een leeszaal en ook een culturele functie, moeten boeken zijn, programma's zijn, et cetera. Ja, dat hebben we toen, dat zijn we gewoon aan begonnen, met z'n allen. Dus ja, ja. De eerste 50 vrijwilligers hadden we door al die gesprekken. En in de loop van de tijd zijn er allemaal dingen bijgekomen. Dus dingen die mensen dachten van, oh, maar dat wil ik dat graag doen, dan ga ik dat doen. Dus sowieso hebben we heel veel boeken. Dus er worden elke week 1000 tot 1500 boeken gebracht. Dat is een hoop. Ja, dat is een hoop. En die worden heel streng geselecteerd. Dus ik denk dat we zo'n 40% weggooien. Omdat ze naar de rook ruiken. Of naar een kelder ruiken. Dat willen wij natuurlijk niet. En dat willen mensen natuurlijk ook niet als ze een boek lezen. Of ze zijn helemaal kapot gelezen, zoals je met sommige pockets hebt. Of... Het is non-fictie die verouderd is. Reisboeken van, of reisgidsen van 30 jaar geleden. Nee. Daar heb je ook niks aan. Nou ja, dat soort dingen. Maar er zitten ook hele goede boeken tussen. Dus die vissen we er allemaal uit. En het hoeft niet per se recente boeken te zijn. Het kunnen ook oude boeken zijn. Dus maar we kijken. Wat onze collectiegroep weet is... welke boeken mensen hier willen meenemen. Dus dat is een hele belangrijke functie. Maar daarnaast kan je hier natuurlijk ook gewoon zijn. Dan is het ook gewoon een plek om je krantje te lezen met een goedkoop kopje koffie. Of gewoon helemaal niks te consumeren, dat hoeft hier niet. En zijn er allerlei groepjes die dingen organiseren. Dingen die ze zelf belangrijk vinden, bijvoorbeeld... Iets met muziek en taal, of recensies van boeken, of een keer een avond over een bepaalde land waar mensen vandaan komen. Of nu weer een programma over over boeken, zwarte schrijvers en hoe zij het koloniale verleden en de slavernijgeschiedenis in hun boeken verwerken en wat hun inspiratiebronnen zijn. Maar we hadden ook een paar maanden geleden een stripfestival, want toen waren er ineens weer mensen die... Ja, die heel erg van stripboeken waren. Zijn. Dus die hebben dat weer georganiseerd. Ah nee, dat meen je niet. Het is alweer tijd, jongens. Tijd om afscheid te nemen. At all good things comes an end. Aan alle goede dingen komen een eind. Het is helaas niet anders, maar niet getreurd. We zijn heel snel weer terug op de buis. En natuurlijk kunt u tussentijds een kijkje nemen op onze website www.oudewesten.tv. En vergeet niet onze social media kanalen goed in de gaten te houden. Facebook, Instagram en Twitter.